Ja, ja, hier is Vissie weer en welkom bij Wedstrijd van de Week. En ja, Remco is er weer. Hij is weer heel terug van vakantie, toch? Ben je op vakantie geweest? Dit is een nieuwe kans, hè? Ja, ben je op vakantie geweest? Ik ben niet op vakantie geweest. Ah, oké. Okay. Maar... Jij wel? Nee. Nee, ik heb er geen geld voor, dus ja, dat schiet lekker op, hè? Als je gewoon geld hebt. Maar, goed, we zijn lekker aan het genieten hier gewoon lekker van het Nederlandse weer, heerlijk. Het is echt kut weer, echt gewoon, hè? Gewoon wisselvallig. Het regent nu gewoon al, ik denk al een aantal uurtjes of zo. Dat is echt heerlijk. Lekker zomerweer. Oh, hier is trouwens wel droog. Dat wel, maar... Ja, het is natuurlijk... Friesland is buitenland, dus... Ja, Nederland is natuurlijk heel groot. Nederland is heel groot. We gaan spelen Feyenoord Twente. Dat vind ik wel eigenlijk voor ons de openingskraken. Omdat Feyenoord natuurlijk kampioen is geworden vorig jaar. We hadden ook nog PSV AZ kunnen doen. Ook een leuke wedstrijd, maar... Ook een heel mooi affiche. Maar PSV was tot nu toe matig. Een beetje vertrouwen in Feyenoord, Ajax, zeg maar. Ajax eigenlijk, hè. Maar Feyenoord... Ja, door de voorbereiding denk ik dat het tussen Ajax en Feyenoord gaat. Maar ja, PSV heeft natuurlijk geen Europees voetbal. Nee, dat scheelt weer. Eigenlijk scheelt dat nu weer. Nu kunnen ze in ieder geval volledig voor de competitie gaan, ja toch? Oké, nou, we gaan in ieder geval spelen. Laat je voorspelling achter bij de comments. Let's go. Nou, welk stadion gaan we spelen? In de Eastpoint Arena. Ja, we wachten natuurlijk op FIFA 18, hè. En dat betekent dus dat, ja, spelers kloppen eigenlijk niks meer van, zowat, hè. Want ja... Maar Feyenoord valt wel mee, eigenlijk wel, hè? Ja, ze zijn redelijk intact nog. Ja, ze hebben de backs allebei verkocht. Maar ja, ja dat, en ze hebben toch, de ene vroeger van Almere, hoe heet ik weer? Amrabat, ja toch? Ik heb echt geen flauw idee. Ik heb het laatst even niet meer gevolgd welke, wat ze wel en niet hebben gekocht. En voor mij Amrabat. Oh, ja, Soufiane Amrabat hebben ze gekocht, ja, van Utrecht. Ja, maar hij speelde daarvoor nog bij Almere. Dat weet ik toevallig, ja. Oh, ja. We woonden natuurlijk in Almere, maar vroeger. Kijk, ik zag toevallig dat er een speler van Almere naar Brighton gaat. De nieuwe club van Pruppen. Oh, jezus, ik stond helemaal vast. Ja, even leggy was dat even. Maar dit is dus gewoon afgekund met FIFA 18. Ja. Dat we nu dus niet de huidige selectie hebben. Dat we proberen een beetje aan te passen waar het kan. Maar ja, we gaan natuurlijk ook niet met een heel B-Alfa spelen. En dit zou wel een start zijn van Feyenoord. Ja, ik dacht wel snel beginnen. Toornstra, ja, die scoort alleen maar in de Kuip. Dus dat klopt wel. Ja, klopt wel, ja. Slecht verdedigd ook. Ik loop ook gewoon weg, die jongen daar. Jens Toornstra in de zesde minuut. Ja, dat is een redelijk begin van de competitie. Voor wat verwacht je eigenlijk van deze wedstrijd? Ja, Feyenoord. Wel Feyenoord. Jij denkt dat Twente wel kans maakt. Ik vind Twente niet een slechte ploeg of zo, op een of andere manier, maar ja. Dat komt vooral door het kampioensjaar nog steeds, maar die hebben ze tegenwoordig zoveel huurspelers en zo. Ik weet niet eens of ze nu... Wat ze tegenwoordig al weer hebben gehuurd en gekocht. Jezus, wat is dit? Oh, ik dacht, die gaat zo'n kruising in. Ja, maar ik vind Feyenoord niet eens een hele slechte indruk maken. Ook bij de Johan Cruijffschaal niet. Nee. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik wel Vitesse had wel een paar kansjes. Hoor. Ja, maar Vitesse is ook geen slechte ploeg. En ik vind Vitesse denk ik beter dan... Zo, de knetter. Ja, wat zei je over Vitesse? Ja, beter dan Twente. Ja, dat klopt. Dat klopt. Jezus, wat speel ik matig, hé. Nieuw seizoen, nieuwe flow. Huh? Oh, huh? Eerlijk voorzet. Mijn beste speler is niet meer, Unal. Die zit hier gewoon nog erin. Kan ik door? Oh, hij rent niet ernaartoe. Daar was een kantje. Oh, lekker. Dat is een kansje. Ja, dit daarvoor was geen kans. Ik hoor wel dat Brad Jones een beetje geblesseerd was. Het is hopen dat hij er gewoon zondag bij is. Dan hebben ze een probleem. Want Vermeer is ook geblesseerd. Ja, die heeft het met zijn pols. Oh. Ja, dus dan gaan ze met Bijlo of zo. Die,
Dat is die zoon van die gozer volgens mij. Dat weet ik trouwens niet zeker hoor. Duidelijk heeft het gewoon zelf een naam. Kutbal, Kees. Goeie bal hoor, maar hij heeft de bal nog niet. Nee, niks. Nou, ik kan hem ook niet aannemen, de lucht. Hoppakee! Dat is twee! Hoppakee! Dit is trouwens een mooi bal. Spelers waarvan ik denk, die zouden wel kunnen scoren, zeg maar. Lekker goal. Ja, dan wordt die plan wordt alweer anders, Remco, van jou. Nee, die bal komt niet aan. Oh, duwde. Oh, kom ik heel goed weg. Ja, nu ben ik blij dat ik Unal er gewoon nog in heb staan. Dan heb ik in ieder geval nog een beetje een spits, ja. Alleen moet ik wel de bal geven. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Komt ie. Oh, is een kruis. Het zag er goed uit, maar nu loopt de aanval toch stuk. Ah, kleren. Dat was ook weer een nieuwe mijlpaal met het Nederlands elftal, hoorde ik, hè? Wat dan? Plek 36, toch wel netjes. Zijn we weer omhoog gegaan of naar beneden? Oh, kleren. Nee, naar onder, dieptepunt nieuw. 36ste. Jezus, we komen in de buurt van... Ja, waar komen we in de buurt van? Van de... Ook gewoon in dat soort landen, denk ik. Ja. Ja, zie je, ja. Overtreding, ja. Berghuis. Nou, kut! Echt, omdat je gaat, hoog gaat inkappen. En een Mike Jonver. Ja, dat is weer geel. Dat zijn ik zou wel heel netjes als hij een waarschuwing geeft, maar ik denk het niet, toch? El Amadi. En geel. Hij komt nu op een afstand dat hij... Kleren. Lekker. Oeh, nou wel wat aan de hand. Nu wel wat aan de hand. Nu wel wat aan de hand! Ah, ik mis! Oh! Oei. Hij heeft zich goed vrijgespeeld. Hij kan de voorzet geven. Het is moeilijk in te schatten nu door die lek. Wat dacht van mij als ik het dan moet inkoppen? Of wegkoppen? Oh, check die trucjes, man. Ik doe gewoon helemaal niks. Maar het zijn gewoon eerst een trucjes. Oh, loop. Hij loopt van weg. Dat is heel irritant. Gaat hij voor een schot? Wat is ja, Saidi! Wow, wat een gatenkaas in het midden! Zo kut! Zie je, maar opeens zag je net een kleine ruimte met de Saidi liep precies goed. Dus de vleugel had hij verlaten en klaar, als een klontje. El Amadi. Ja, Jezus, ik ben veel te laat met die slidings! Je zou bijna denken dat het aan mij ligt en niet aan de poppetjes, zeg maar. Hij zet de bal voor en er zijn spelers in het strafgebied. Dus kijk. Ik krijg hem wel geel, denk ik, Remco. Het is een tijd, denk ik. Ah, oh, schijt. En Remco heeft dus inderdaad geel gekregen. En de lek heeft hij. Dus daar wacht ik heel eventjes. Oh, ik zag hem zo in kop. Hij stond helemaal voor je man. Oh, nee! Nee, 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 nee. Ik word niet het mannetje juist... Oh! Ja! Nu ik heb hem gedrukt! Ik heb hem gedrukt! Wat een hoer. Ze wachten geduldig hun kans af. Als ze hier maar... Oh, weer dat laatste schot. Weer zo'n special baby. Weer corner! Ha! Dat is toevallig mijn specialiteit. Nee, hen scheids. Oh, nee, als ik die had kunnen pakken. Oh, nee. Nee! Nou, oh! Ik raakte niet, maar ik zit nog achterheen. Wat een faal van die andere speler. Kijk dan. Ik wil echt met die vol uithalen. Oeh, oh, weer. Ah, moet je de fucking stem. Doordat het een blunder was, verwacht ik. Ja. God, door die blunder kom je echt perfect uit. Nee! Oh. Wat is dat dan weer? Nou, heel mooi ingeschoten zelfs. Ja, maar hoe kan er ineens zoveel ruimte? Dat slaat echt helemaal nee. Nee, nee! Nee! Mokotjo! Waar komt deze ruimte vandaan? Oh.
Oplet alsjeblieft. Ze nemen de tijd om een gaan. Oh, ik druk de ponk op. Op oh, man, come on! Ik heb het eerlijk toe, dat was echt leuk. Waarom komt er geen speler naar hem toe rennen? Maar laat maar, doe maar gewoon zo dan. Dikke hands. Op zich snap ik dat wel, maar ja, hun ploeg zou bij deze stand waarschijnlijk zelf hebben gedaan. Ja, ik wil er wel uithalen. Ja, maar het is gewoon een gok, snap je? Op een gok. Ja, een gok, die tackle. Dat je meekrijgt. Ja, ik voel me zo gelukkig nu, ik ga het gewoon doen. Oh. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan veranderen in FIFA 18. Of ze dat een beetje gaan aanpassen, of dat het echt nog steeds zo random blijft. Wie weet levert dit een kans op. Boom! Oh, jong, echt. Maar ze maaien af en toe echt langs de goal heen, dat is niet normaal. Nee! Ja, ik moet je onderuit halen gewoon, ze moeten hoor. Dan maar rood. Nee, niet laten voorzetten. Oh! Doornstra! Dit was hem. Ja, dat belooft dan nog wat. Oh. Scheids! Hij neemt de bal mee richting Kliek. Oh, ik weet niet wat ik wilde zeggen. Ik schiet gewoon random op koor en kijk hoe hij erin dwarrelt. Dat wilde ik zeggen. Want het is echt zo. Ik had hem natuurlijk altijd gegeven hier op die nummer. Ik weet niet wat het is, hier links. Ik dacht, waarom doe je nooit zo'n ding op de koor? Ja, hij dwarrelt er gewoon in. Ze geloven nog in de gelijkmaker en stiekem hopen ze misschien op nog wel meer. Nou, rood. Nee! Echt tief op, ja, boeien. Scheidsrechter! Nou, dit is echt vet. Ik schiet toch. Moet je verlenging, voordeel geven. En nu, wat ga je nu doen? Ga je voorzetten of ik ga vast bij de paal zetten? Dive! Oh. Vet onterecht dit. Hoor. Ik vind het. Nou, het is 50-50, maar ja. Ik vind meer mijn kant op. Gokkeleer. Karstorp is weg en is meteen kaal. Nou, dat is helemaal. Nou, vet onterecht dit. Nou! Zo! Knappe actie van mij hoor, hé. Hey. Oh. Nou ja, wel verloren. Maar dat gaat nooit meer. Nou, zie je. Kutleiers! Dat ik geef echt eerlijk toe, dat laatste was gewoon hopen dat hij gewoon goed valt. Ja, en die tweede goal was. Oh, onderling kampioenschap vandaar. Je mist hem. En daardoor een blunder van de week. En dan krijg je tweede man krijgt de bal. Trouwens, je hebt 20 schoten. Maar ik ja, ook echt, heel veel die zijden ook allemaal langs, jongen. Dat was echt van dat ze naast de tweede paal gingen en zo. Ja, maar je ook 10 geschoten, toch? Ik snap dat niet. Ik heb maar 2. Ik heb veel vaker geschoten. Dat klopt ook echt. Corner stellen denk ik ook, als je kopt via een corner. Ja, dat zal wel. Nou, goed nieuws voor Feyenoord in ieder geval. Wat een easy win. Ja, dat is meestal niet goed. Dus laat je voorspelling achter. Bij de comments. Tot de volgende keer. Bye bye. Later.